Ik ga het woord aan Bas van Baal. Dames en heren, ik wacht nog even of de PowerPoint het doet. Ja. Dames en heren, we hoorden eerder vanmiddag een indrukwekkend betoog van Wilkinson over de sociale gevolgen van ongelijkheid. Indrukwekkend, maar tegelijkertijd op het eerste gezicht ook irrelevant voor Nederland. Want ongelijkheid is een vreemde orde van het Saksische land, dat berucht in de kapitalisme. En Nederland is het land van de gelijkheid. Egalitair, afroming de hoge belastingen, dat is althans de beeldvorming. En iemand die daaraan twijfelt, hij kijkt naar de inkomensongelijkheid, zojuist besproken, en die weliswaar in bepaalde opzichten toeneemt, maar zich nog altijd bevindt onder het gemiddelde van de westerse landen. Dus irrelevant. Ik wil het beeld bijstellen door niet te kijken naar de verdeling van inkomen, maar die van vermogen. De andere, vaak vergeten, dimensie van materiële ongelijkheid. Doet hij het niet? Oh. Ik hoorde mezelf heel goed, maar u mij niet waarschijnlijk. Nee. Tot nu toe wel alles gehoord? Of? Dat is fijn, dat is goed om te horen. Dus ik wil gaan kijken naar de andere dimensie van materiële ongelijkheid. De verdeling van vermogen. De verdeling van een rijkdom of van bezit. Daar wordt in Nederland eigenlijk al helemaal niet over gesproken. Het is een soort taboe. En dat is verwonderlijk, want eerder in onze geschiedenis, maar ook in andere delen van de wereld nu, zoals in de Verenigde Staten, staat de verdeling van bezit juist in het brandpunt van het politieke en maatschappelijke debat. En terecht, want de verdeling van bezit is een van de meest fundamentele, structurele kenmerken van elke samenleving. Ik wil hier kijken, hoe zit het in Nederland, ook in een internationaal perspectief? En ik wil kort iets laten zien van de oorzaken en van de effecten van de vermogensongelijkheid. Te beginnen een definitie. Het gaat om de private vermogens, bezit van de huishoudens, bestaande uit spaargeld, huizen, aandelen enzovoort, minus de schulden, de leningen. In totaal gaat het om een 1200 miljard euro in Nederland. De verdeling daarvan is sterk ongelijk, met een Gini-coëfficiënt van meer dan 0,8. Dus op het minimum van 0 volledige gelijkheid, het maximum van 1 volledige ongelijkheid, dichtbij het maximum. Soms ziet u wellicht een lager cijfer, maar dan blijkt dat in die studies de vermogensongelijkheid is afgeleid uit de inkomensongelijkheid, waarbij er een direct verband tussen de twee wordt verondersteld. Het wordt steeds duidelijker dat dat verband er niet is. Dat in veel landen, en zeker in Nederland, een vrij lage inkomensongelijkheid gepaard gaat met een hoge vermogensongelijkheid. Twee kleine kanttekeningen bij de cijfers. De eerste plaats, het pensioenvermogen zit hier niet in. Hoe de pensioenrechten zijn verdeeld en hoe ze zich verhouden tot de verdeling van het private vermogen, weten we eigenlijk niet. Bovendien, die pensioenrechten die geven geen directe beschikking over vermogen. Dus ze verzachten de maatschappelijke effecten van vermogensongelijkheid, waarover ik zo kom te spreken, dus niet. Het is echt een andere categorie. Tweede kanttekening die ik wil maken is over het verborgen deel van het vermogen. Een groot deel van het vermogen is onzichtbaar voor registratie. Hoe groot het is, weten we niet, het is giswerk, maar het zou eens kunnen gaan om een kwart, misschien wel een derde van het totale vermogen. Wat we wel weten is dat dat vermogen vooral in handen is van de rijkste, de meest vermogende, die de financiële instrumenten hebben om dit vermogen via constructies of in het buitenland te verbergen voor registratie. De werkelijke vermogensongelijkheid ligt hoger dan deze cijfers aangeven. Maar als we ons beperken tot de conservatieve cijfers die we hebben, dan is de ongelijkheid in de verdeling al pregnant genoeg. We zien onderaan 1/10 van de huishoudens met een
negatief vermogen door hypotheekschulden, maar ook gezinnen met een laag inkomen, geen huis en consumptief krediet. Dus het is een netto negatief vermogen. Vervolgens zien wij 3/10 of 4/10 van de huishoudens met nauwelijks of geen bezit. En dan nog eens 1/10 met een zeer bescheiden bezit. In totaal, de onderste 60% van de Nederlandse huishoudens beschikken over 1% van het vermogen in Nederland. 60% van de huishoudens, 1% van het vermogen. Daartegenover staat 1/10 bovenin, rijkste 10%, die beschikt over meer dan de helft van het vermogen. Binnen die laatste groep is de verdeling nog ongelijker. De bovenste 2% beschikt over 1/3 van het vermogen in Nederland. Dus 2% beschikt over 30 keer meer vermogen dan de onderste 60% van de huishoudens bij elkaar. Overigens, de studies die niet afgaan op de overzichtscijfers, de onvolledige overzichtscijfers, maar die de rijkdom van de meest vermogenden rechtstreeks berekenen, bijvoorbeeld uit gegevens van Kamers van Koophandel of Kadaster, die komen nog uit op veel hogere cijfers, waarbij de miljonairs, iets meer dan 1% van de Nederlandse huishoudens, alleen al over 40% van het vermogen zouden beschikken. In internationaal perspectief is duidelijk dat Nederland hiermee aan de top zit van ongelijkheid. Een vergelijking is niet makkelijk door structurele verschillen tussen samenlevingen, ook verschillen in registratie, in de gegevens, maar duidelijk is Nederland zit aan de top met een grotere ongelijkheid dan de meeste Europese landen, een grotere ongelijkheid dan bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en op eenzelfde hoog niveau van ongelijkheid als de Verenigde Staten. Het beeld van Nederland als land van gelijkheid is onjuist. Als we kijken naar de ontwikkeling door de tijd, dan zien we dat de vermogensongelijkheid in Nederland tot de jaren 1980 is afgenomen. Wat er daarna gebeurde, weten we verwonderlijkerwijs eigenlijk niet goed. Ook door gebrek aan gegevens of onvolledige gegevens. Wel zien we dat de ontwikkelingen zich vooral afspelen aan de extreme van de verdeling. Onderin toename van de schulden de afgelopen jaren en bovenin een sterke groei van de topvermogens en een verdere concentratie ervan. Ertussenin is er eigenlijk weinig veranderd de afgelopen decennia, want de meeste huishoudens daar hebben geen vermogen opgebouwd. Zelfs niet in de decennia van stijgende huizenprijzen en aandelenkoersen. Als we iets preciezer kijken naar de groei aan de top, dan zien we bijvoorbeeld dat de rijkste 500 Nederlanders, de quote 500, het aandeel in het vermogen in Nederland de afgelopen 15 jaar heeft uitgebreid van 6% naar 10%. We zien ook een bredere groep, de rijkste 1/10 van de huishoudens, heeft in diezelfde periode een gemiddelde vermogensgroei van 14% gekend. Misschien nog opvallender dan dat is dat in de afgelopen jaren tijdens de financiële crisis daar nauwelijks iets van is afgegaan. Sterker nog, de miljonairs in Nederland zijn in die periode nog rijker geworden, terwijl de andere huishoudens, de andere 99%, hun vermogen door de crisis hebben zien slinken. Dat alles wijst op een verder groeiende ongelijkheid. Wat zijn de oorzaken hiervan? Het lopend onderzoek wijst op deze factoren. Ik licht er enkele uit. Allereerst de naoorlogse opbouw van de verzorgingsstaat. Klinkt paradoxaal, maar de opbouw van het vangnet heeft het voor gewone mensen, gewone gezinnen, minder noodzakelijk gemaakt om een eigen vermogen op te bouwen. En zeker een van de factoren in het gebrek aan bezit onderin. Aan de bovenkant zien we dat door het gunstige ondernemingsklimaat in Nederland en ook door de toegenomen mobiliteit van kapitaal en het ontstaan van wereldwijde kapitaalmarkten de mogelijkheden tot vermogensvermeerdering veel groter zijn geworden. En bieden trouwens ook mogelijkheden om dit vermogen te verbergen en zo belastingheffing te ontlopen. Dan kom ik op een volgend punt, een volgende factor in de hoge vermogensongelijkheid in Nederland. En dat is het lage niveau van de belasting op vermogen. Misschien verrassend. Hier ziet u de cijfers van de OECD.
U ziet dat de belasting op vermogen, vermogenswinst en vermogensoverdracht in Nederland al gemiddeld was in OECD-perspectief. Maar de afgelopen jaren sterk is afgenomen en zich nu onder het gemiddelde bevindt. Ook opvallend aan deze cijfers is de hoge belasting op vermogen in de Angelsaksische landen. Ongeveer 2 keer zo hoog als in Nederland. Dus terwijl Nederland de afgelopen jaren is opgeschoven qua inrichting van de economie van een Rijnlands naar een meer Angelsaksisch model, met alle mogelijkheden van vermogensvermeerdering, maar ook van polarisatie van dien, heeft de belasting op vermogen daarmee geen gelijke tred gehouden. Integendeel. En dat proces dat zet zich door, dat zet zich voort. We hebben de afgelopen 10 jaar op allerlei punten een afbouw gezien of een vermindering van de belasting op vermogen. Nog meer recent de reductie in het successierecht. Overigens zonder dat daar enige politieke of maatschappelijke discussie aan vooraf ging. Dit proces zet zich door. We zien dus een gemiddeld en dalend belastingniveau wat betreft vermogens. Een hoog en hoogblijvend niveau waar het gaat om belasting op arbeid. En we zien de afgelopen decennia een sterk toenemende belasting op consumptie door btw, accijnzen enzovoort. Overigens, de gedachte die je wel eens hoort dat de vermogens al eerder zijn belast door de belasting op inkomsten uit arbeid is onjuist, zeker waar het de topvermogens betreft. Want die worden niet opgebouwd uit inkomsten uit arbeid, maar uit inkomsten uit vermogen zelf, die juist in zeer geringe mate worden belast. Laatste punt, de effecten van deze hoge mate van ongelijkheid. Ik laat daarbij alle morele en normatieve beschouwingen terzijde en beperk me tot de sociaal-economische effecten. Allereerst voor de onderkant, onderste 2/3 van de Nederlandse huishoudens. In een sterk uitgebouwde verzorgingsstaat hoeven mensen niet of nauwelijks een beroep te doen op vermogen. Maar nu de verzorgingsstaat versoberd wordt, moeten mensen steeds meer een beroep doen op hun eigen geld om bepaalde voorzieningen te betalen. Of het gaat om onderwijs, gezondheidszorg, juridische bijstand. En die bedragen zijn te hoog voor de meeste gewone huishoudens om uit hun inkomen te betalen. Dus ze moeten putten uit hun vermogen. Maar meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens heeft helemaal geen vermogen. Tweede punt, economische effecten. Vermogen, bezit, geeft beschikkingsmacht. En bij de toenemende concentratie van vermogen die we in Nederland zien, betekent dat dat de economische macht in toenemende mate komt te liggen bij een vrij kleine groep vermogensbezitters die beslissen hoe deze middelen worden ingezet. En daarbij is het logisch dat hun private overwegingen, een korte termijn rendement, gaan overwegen boven het publieke algemene belang. Ik denk dat dat het scherpste zien is in de speculatie op markten, bijvoorbeeld op financiële markten, en in het werk van de hedge funds, die het vermogen, de topvermogens, inzetten en vermeerderen, maar daarbij tegelijkertijd markten ontwrichten in sommige gevallen, samenlevingen zelfs, en in ieder geval overheden of bedrijven klem zetten. Het laatste aspect dat ik wil noemen, dat is het effect op de publieke opinie en de politieke besluitvorming. Her en der is te zien hoe vermogenden hun greep op de media versterken. Daarbij gaat het niet alleen om Bertelsmann in Duitsland of Berlusconi in Italië, maar misschien wel in de allergrootste mate om Nederland, waar een groot deel van de televisiezenders in handen is van 3 miljardairs, De Mol, Berlusconi en Murdoch. Het zou naïef zijn, ja, u lacht erom, maar dat is omdat we niet gewend zijn om daar zo over na te denken. Het is, zoals ik zei, een beetje een taboe om hierover te spreken. Maar het is de realiteit, het is een feit. En het zou eigenlijk naïef zijn om te veronderstellen dat op deze wijze economisch bezit niet kan worden omgezet in publieke invloed. Nog los van de andere mogelijkheden om invloed te krijgen op politieke besluitvorming. De gebrekkige wet op de partijfinanciering in Nederland is een ander blijk van dezelfde soort naïviteit. Ik kom tot mijn conclusie. De vermogensongelijkheid in Nederland is hoog, ook in een internationaal perspectief. Hij neemt waarschijnlijk toe en de effecten ervan zijn negatief. Effecten op de kansen
de mogelijkheden van gewone mensen, de mogelijkheden om risico's, schokken het hoofd te bieden en om te investeren in een toekomst voor hunzelf en voor hun kinderen. Negatieve effecten ook op het functioneren van de markten en onze economie. En negatieve effecten op het publieke belang. Eigenlijk op de fundamenten van onze samenleving. Het wordt denk ik tijd om de vermogensongelijkheid, de discussie daarover, te trekken uit de sfeer van jaloezie, morele verontwaardiging of nivelleren om het nivelleren, maar om een serieuze discussie hierover te voeren. Ik hoop dat deze dag een eerste aanzet daartoe is. Dank u wel.